zeker al 1000 op internet geworden. En voor de rest de reacties die je toch altijd nog over en weer zo van die en gene krijgt. Dat doet ons in ieder geval heel erg goed. En hebben we het idee dat we er goed aan hebben gedaan om dit op deze manier zo in ieder geval eens naar buiten te brengen. Theo Engering ligt overhoop met de gemeente Schiedam. Twee voormalig winkelpanden aan de Parkweg zijn eigendom van de 74-jarige Theo en zijn vrouw, maar moeten plat voor nieuwbouw. De ijzerwarenwinkel van Engering was een begrip in de wijk Nieuwland. In 1964 ben ik begonnen als 18-jarige. Mijn vader zei succes ermee en dat is goed gelukt. En ik ben in 2007 gestopt. En nu genieten we eigenlijk van ons pensioen. Althans, dat dachten we. Maar doordat de gemeente de winkels wil afbreken en de woningen daarboven, missen wij nu huurinkomsten. En daar willen wij dus genoegdoening voor hebben. Het conflict over de uitkoopprijs sluimert al maanden. Er was zelfs een rechtszaak deze zomer en de volgende is aanstaande. Kost de gemeente heel veel geld, ook aan advocaatkosten voor de gemeente. Nu de volgende rechtszaak komt er dus weer aan. Kost weer een hele hoop geld voor de gemeente. Dat kunnen ze beter aan ons besteden, lijkt mij. En dan is de rust weer gekeerd en de bouwer kan gaan bouwen. Om aandacht te vragen voor zijn geschil met de gemeente Schiedam heeft Theo zijn pandjes volgehangen met leuzen tegen de gemeente. Theo is boos en vindt dat hij in zijn recht staat. En iedereen mag dat weten. Wat wij eigenlijk willen is geen troostprijs, maar gewoon een serieuze hoofdprijs. Hetzelfde als hoofdprijs als dat degene die naast ons zit van de kapsalon ook heeft gekregen. Theo stopte zelf in 2007 met zijn winkel en verhuurde de pandjes daarna voor zijn pensioenpotje. De geplande sloop en nieuwbouw gooiden roet in het eten. Omdat ze niet een rechtvaardige prijs aan ons willen betalen voor de twee winkels die wij in ons bezit hebben. Terwijl een ander dat dus wel krijgt. En daar gaat het ons eigenlijk om. We willen rechtvaardig behandeld worden. 25 september is de volgende rechtszaak, maar Engering hoopt dat het zover niet hoeft te komen. Wij hopen nu eigenlijk gewoon van een actie eens een keer van het gemeentebestuur. En dat ze zich op een fatsoenlijke manier naar ons toe gaan gedragen. En zich in ons kunnen verplaatsen. Dat wat wij de 2,5 jaar nu gehad hebben, dat gun je niemand. De gemeente Schiedam kon nog geen reactie geven op de situatie rond Engering.